Wij hebben een webshop in kriesbeelden uit Spanje en uw eigen kriesbeelden. En daarbij heb ik een heel soort accessoires en decoratie erin. En dat heb ik hier al eens samensteld en gebruikt om dit diorama hier deel te zetten. En het is wel in voorbereiding naar het kriesverhaal daar. Maar Jozef en Maria die zijn nog onderwijs, die staan nog net in de stal. Want ja, daar is nog lang de tijd net voor. Jij bent er maar betiert bij, want nevens mij is Sinterklaas maar er nog al komen en je zit nog al in de kriesfeer. Het is straks gewoon te druk om een derg bouwwerk je deel te zetten. En ik maak het heel graag op mijn gemaakt wan. Dus daarom staat het er vast. En er komen altijd een heel soort mensen te zien, die vindt het leuk. Die verwacht ik dat je wat steekt. En dan wil ik ze net teleurstellen. Hoeveel werk heb je hier wel net van hoor? Nou, de basis die staat, daar jouw ik mezelf 3 dagen de tijd voor, dan moet het steen. En dan tussendrog, dan als er even een oerke vrij is en de sjost hier nog een gotje, daar nog een gotje, dit kan nog verbeteren. Ja, dat kent dat nooit de kriesdagen door dat ik er helemaal bezig ben. Want de sjost altijd wel wat beter kan. Maar in grote lijn steert het goed, van mijn gevoel. En, ik ben er wat dat betreft ook klaar voor. Ik stond er wel versteld van, want Christ in wezen is 2 dagen. En daar ben je dan echt het hele jaar volop maar bezig. Je bent er gewoon bezig met bedroeien. Je moet praktiseren wat je inkeept, je moet en bij waar. En je contacten overal in Europa. Want we halen je spul uit Spanje en Italië en Duitsland. Nou, dat is gewoon heel spannend om al te doen. Het is voor mij en voor een heel soort mensen een rustpunt in het hier van tijd. Want het staat bal van de tradities en dat jou het houdt vast. En het een beetje nostalgie, maar een fijne herinnering naar thuis. En het is voor mij vooral een rustpunt in een heel hectisch leven. Dat je, en samen wil ik mijn huis dan ik inklaaien van, ja, het is even back to basic. Maar Josef, het is een rustpunt. Tegelijkertijd, het is voor jou de drukste periode van het jaar, denk ik. Ja, maar dat is uw eigen schuld. En dat is in de laatste 20 jaar is dat ze groeit. En het is verschrikkelijk hectisch. Maar toch, als ik hier in de kamer zit en ik zit van mijn kerstdiorama, dan voel ik die rust al. Van hé, hey, dit is het. Even, want ja. Er zijn zoveel problemen op de wereld. Je zit privé, is het ook niet altijd lekker makkelijk. En als je hier dan zit, dan denk je van, nou even alles vergeten. En dat docht het naar mij. Goeie. Wat ben je onder? Wat zei je? Wat ben je onder? Nee, met de hond uitlaten. Je moet ook op z'n tijd beuren en de hond uitlaten. Ja. Alles voor z'n tijd. U gaat er weer vandoor? Oké. Okay. Bedankt. En verder is hier weinig te beleven, nog niet zeker bieren. Het is hetzelfde als op de andere dorpjes, ook allemaal weinig te beleven. Als je een beetje vertier hebben wil, dan moet je naar Harlingen toe. En vragen is weer even minder. Maar doet u dat wel eens dan naar Harlingen toe voor wat vertier? Ja, wel hoor. En wat doet hij dan? Boogschip halen. Hoe? Boogschip halen. Boogschip halen? Boogschip halen. Zo noemen we dat in het West-Fries. Wat is dat dan? Nou, boogschip halen. Even wat halen wat je van de week weer nodig hebt in huis. Oh, bjatschip wat? Juist! Ja, maar dat is toch net vertier? Oh ja.
anders hebben we hier geen vertier. Dat is toch niet echt leuk als je buitenschippen van dat je vertier is. Oeh, ja. En af en toe even een rondje lopen met de hond. Maar heb je dan net behoefte om wat meer actie? Nou, ik niet hoor. Nee? Maar ik ben in maart ben ik gestopt met het werk en oh ja, dan ga je de hond eens wat uitlaten. En... beetje bootje palen. Ja. En een beetje rommelen, een beetje omhuizen en een beetje de boel opknappen en zo allemaal. En... dan ben je wat vreemd. Ik wel hoor. Wat is de bedoeling hier? Goeiedag. Hallo. Nou, hier al. Ja. En waar ben je? Ik, met zijn vrouw. Aha. Ja. En hoe is dat? Best, ik had prima. Ja? Verveelt nog niet. Oké. Okay. Nee. Hij is gauw tevreden, hiermee. Ja, dit. Hij is ook altijd tevreden. Ja. Ja, wij vermaken ons wel. Dus ja, ik bedoel, we gaan eens even wandelen en ja. Oh. En ze nou dan dat ze een bootje palen? Hé? Hey? Wat zei je dan nou? Boodschappen halen. Oh, boodschappen halen. Ja, zo neemt hij het. Ja, oh ja, dat zei hij. Ja, ja. Hij komt van Noord-West-Friesland nou. Dus we willen zo gelukkig als water. Ja, wat wil je nog meer? Ja. Hé? Nou, mooi. En ik hoop nog het jaren vol te houden. Ja. Nou, wat lukken, hè? Nou, daarom, dat dacht ik ook. Ik denk het wel, hoor. Ja.